Kijk van IMT, vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En we gaan eens even kijken als wij vandaag het management kunnen halen. En als het goed gaat. We moeten een totaal maandinkomen van 900 hebben. En bezoekers in het park 600. Nou, totaal inkomen, dat zou wel moeten lukken deze aflevering. Even kijken, hoe hoog zitten we normaal? Dat is ook alweer een tijdje geleden, dit is 600. Er moeten dus nieuwe attracties bijgebouwd gaan worden. Om aan het totale inkomen te komen. Jezus, rare Nederlandse zin was dat zeg. Ik struikelde er zelf bijna 3 keer over. Dat is echt wel heel knap. Ook over 1 zin bijna 3, 4 keer struikel. Heb ik deze? Nee, nog niet gemaakt. Mooi zo. Plaatsen we die. Hout. Oh god, er gaan heel veel meer attracties kapot dan ik had verwacht. Monteur. Eentje erbij. En waar ben jij bezig? Oké, is dit eens even schoonmaken hier. Schoonmaken, zei ik. Dit wordt ook bij jouw werk. Ik ga je even iets sneller laten werken. Jezus, maar hier een partij smerig, jongen. Er ook nog allemaal bij. Ja, mensen konden kotsen in ingangen hier. Dat was natuurlijk heel veel rating dit. En ook echt ziek veel. Snap je, ziek, kots, misselijkheid. Die opmerking was echt best wel heel erg jammer. Maar het hoort er af toe bij. Ik maak ook vaak van die opmerkingen die behoorlijk jammer zijn. Hier hebben we nog iets. Mag je nu ook even schoonmaken? Goed zo. Oké, je gaat het ook even schoonmaken daar. Dan komt dat in ieder geval goed. 2 euro voor intree. Gaan we deze openen. Kijk als de mensen in willen. Mensen moeten naar het toilet. Denk erop om toiletten te plaatsen. Alsjeblieft mensen. Hoe duur is intree eigenlijk? Als intree gratis is, ook 5 euro. Stel niet heel veel voor. De wc 10 cent. Is duur zat. Ik kan extra schoonmakers meenemen. Om dingen iets beter te laten verlopen qua schoonmaak. Want dit gaat nog niet echt, wat je zegt, soepeltjes. Even hier. Zo. En we weer net iets netjes net het eruit zien. Een aantal bezoekers moet even omhoog. Want meer bezoekers is natuurlijk meer geld. Ik kan dit... Ja, deze maand nog niet die 900 halen. Maar meer mensen in het park. Landelijke krant. Die. Zo, 200 euro. Campagne voor het park. 5 weken. Ik word iets te... Dit is wel iets te gottig nog qua prijs. Zo. En waardebon voor... Voor toegang park. Even zien, 250. Zo, kijk eens. Nou moeten er mensen bij komen. Kijk, zo komen ze. Hoe meer mensen, hoe meer geld. Hoe meer mensen, hoe meer kost. Dat is trouwens ook wel iets. Wat een probleem is. Financieel. 800, bijna gehaald. Dus ik zou dat deze maand nog kunnen halen. Ik kijk naar de planning, sta ik ook zo redelijk gelijk met wat ik moet hebben. Nou, de winkelverkoop loopt niet echt heel erg goed. Dat is dan weer jammer.
Ik geloof dat ik trouwens deze maar haal, want de kans is aanwezig dat ik het haal. 690. 700. Misschien nou even 150 snel de bel komt. Then I am happy. Oké, het is nog steeds mogelijk. Moet het nu gebeuren? Net niet. Weer nog één attractie snel erbij bouwen. Een dinosaurus draaimolen, uiteraard. Hop. En hop. Die gaan we even testen. 2 euro kosten en openen. Dan ga ik hier een kleine achtbaantje bij bouwen. Hé, hey, de betrouwbaarheid is laag. Ik heb een monteurtje langs. Daarvoor. En waar is die monteur? Niet precies waar die is, maar dat is op dit moment wel aankomen. Oké, daar komt hij al. Even ietsje sneller. Ik de betrouwbaarheid op omhoog schroeven. En nog een keer er naartoe. Nog een keer hier naartoe. Oké, we gaan verder met de achtbaan. Dus hij gaat zo heel mooi. Dan zetten we hier nog één keer een ingangetje neer. Iets langere treintjes hebben. En zet ik hier de helling in. En dan zometeen gaan we hier een leuk klein achtbaantje bouwen. Prachtig, ik heb niet genoeg geld. Dus heb ik die één al gehaald. Met het geld. Nee, nog steeds niet. Ik hoor mensen kotsen, jongen. Echt niet gezond, jongen. Ja, doe dat maar dan. Denkt hij er nu over? Ik wil er helemaal zin in hebben. Oh, ik zit natuurlijk op een heuvel. Ik dacht al, hè? Wat, 110 meter? Heeft hij dat dan weer zo snel voor elkaar? Zo dacht ik al. De sukkers hebben dorst. Overweeg een drankkraampje te plaatsen. Oké, dan maar. Meer inkomen. Dan moet het maar weer. Het kost me weer 250. Come on, even 100 euro erbij, jongens. Zo moeilijk is het niet. Zoveel is dat ook niet. Kijk, inkomen komt er weer bij. Ja, jongens, heel klein beetje. Goed zo. Even zien. Oh, de 20 cent bovenop. Dan kom ik redelijk in de richting van de prijs die ik moet hebben. Echt geen geld waard. Anders gaat 10 cent omhoog. Is te druk. Zo druk is dat toch niet. Ik zal niet zo veel vruchtensap. Dat moet ik wel zat zijn. Zo is het wel zat. Maar hoe zit dat met dit? Nee, zit nog steeds niet aan. Straks loopt ook niet echt lekker. Niet genoeg geld om deze operatie uit te voeren. 399, wat een bedrag, jongen. Hoe durven ze het ervoor te vragen? Dan vraag ik me eerst nog even af. Nou, bijna genoeg. Nu. Had ik net een keer genoeg?
Wat voor computer ik hierop gaan bedenken? Dan zie je gewoon meteen de game aan het laggen. Heb ik misschien van plan om hier al naar beneden te gaan? Dan wordt alles weer iets goedkoper. En eigenlijk gewoon zo naar beneden en een klein rondje terug. Met een looping of zo. Ja, dat gaat het ding worden. Met een looping. En dan zo weer terug. Kijken. Nee, niet zo. Zo. Een hele kleine achtbaan. Een klein beetje geld die laadje krijg. Dan maar eerst even hebben. Oké, de inkomen van attracties gaan wel wat achteruit. Maar dat is ook logisch. Ik heb natuurlijk minder bezoekers in mijn park. Dus ik ga natuurlijk ook toegangsprijs wat omhoog gooien. Bedrijfswaarde die stijgt en daalt. Dat hou je toch altijd. Het inkomen uit attracties moet echt stukken hoger worden. En nu regent het ook nog eens een keer. Dat helpt ook erg mee. Ik ga even een campagne starten. Weer meer mensen. Publicatie. Het kost misschien niet zo heel veel. Het kan heel veel opleveren. Waar meer mensen bij komen. Maar nu gaan dus meer dan de mensen komen. Omdat het nu eigenlijk regent. Dat is eigenlijk op zich vrij jammer. Kijk, zie je, er komen weer mensen. Bezoekers hebben trek. We gaan nog naar trek toch. Prum. Oké, dat is op zich vrij jammer. Een hotdogkraampje. Is op zich hier. We kunnen gewoon lekker naast de wc's. I don't even care. Oké, over de 20 cent bovenop. Natuurlijk, we zijn Hollanders, dus we zijn extra gierig. We willen over het maximaal uit ontvangen. Geld waard. 10 cent bovenop. Dus je moet toch een keer eten. Extra geld waard. Ik heb het geld nodig, dus... Is te druk. Dat is geld waard. Dat vind ik wel goed voor de prijs. Campagne weer afgelopen zo. Nog een extra campagne. Maar die extra bezoekers in het park heb. Nee, even zien. Landelijke krant. Zo. Alleen maar die extra bezoekers nu eigenlijk hebben. Zoveel mogelijk bezoekers. Hoe zit hier binnen eigenlijk dan? Kan ik dus niet zien. Oh, daar spawnen ze en komen ze gewoon. Aha. Zo dus. 515. Nog 85 bezoekers erbij. Nou, hier komen er een stuk of 20. Nou, misschien 30. Misschien toch 40. Misschien 50. Misschien iets van 60. Misschien toch richting de 70. Kijk. Nou, wat een mooi druk. Kijk eens, 555, 560, 570. 580. 590. 95. Nou, gaan we er nog eentje doen. Ik wil die 600 nu halen. Het tevens, dat geld komt ook vanzelf wel. Er loopt nog wel iets achter op schema. Maar als ik die achtbaan af heb, dan komen denk ik wel wat meer mensen erin. Of in het park. En dan gaat het zo hard. Er komen nu weinig mensen bij. Heel weinig. Dat is jammer. Ik ga eens even dit doen. Maar dan wat meer. Ik weet niet, maar ik kan het altijd proberen.
Oh, en ik weer te weinig geld. Soepa. Kijk, ga ik dat net halen? I don't know, ik ga het gewoon proberen. Ja, die gaat precies halen. Mensjes, jullie moeten met attracties. Goed geld hebben. Ik heb geld nodig. Kijk, nou lig ik beter op schema. Voor het geld. In ieder geval. Is ook al 400. Is er al 450 nu staat, ieder moment. Ja, ik sta redelijk op schema. Ik loop nu iets achter weer. Ik liep goed. Ja, wat ik hier dus doe is een stukje rechtdoor. Want ik moet een stukje die kant op. De eerste bocht al niet halen. Dan ga ik hier dus een looping doen. Die kant op. En dan zo'n bocht dan weer mooi terug. Als je dat tenminste gaat halen, anders gewoon even krachtbooster opzetten. Dan zorg ervoor wel dat hij haalt. Prijs gewoon voor het veiligste park. Grandioos geweldig. Ik wil 281 hebben. Oké, in ieder geval één ding hebben we gehaald. Gedurende 3 maanden. Dat hebben we dus nog niet gehaald. More spam. More spam incoming. Voor de mensjes. Schoolkrant doet het ook altijd nog wel. En zo. Hop. Dan komen er weer een paar mensjes, gok ik. Kijk, daar komen ze. Maar die 900 euro moet ik zien vol te houden. Deze maand kan ik het nog net gaan halen. Ja, ik heb het. Woe. Even kijken, kan ik dit nog halen? Kijk, ik had dus eentje over hier. Even dit. Zo. Looping zo. Ga ik dus precies dit doen. Wat ik dus aan deze kant dus wil. Dat is zoiets. Ja, als het goed is ga ik het waarschijnlijk net niet halen. Stop, rustig jij. Niet zo snel. De snelheid gaat hier even flink omhoog. En waarschijnlijk ga ik het nou niet halen. Of heel misschien net. Nee, dat wist ik. Ik moet niet een heel stuk harder hier zetten. Ding ook heten. Ik denk een heel stuk harder gaat. Trein niet langer maken. Dat was helpen voor de snelheid. Nee, in dit geval ook niet. Hoe zit dat financieel nu? Oké, dan ga ik ook wel halen, 900. Aanpassen. Wil je daar zien uitkomen? Waarom mag dat niet? Ook mag daar dus geen baas te plaatsen. Grandioos geweldig. Dat is ook niet. Maar daar dus wel. Zucht.
Was het zoiets? Was het en dan zo naar beneden. Nee, dat gaat ook niet passen. Nou, hoe ga ik het oplossen? Hoezo zo? Eens even ruimte creëren. En wat ik wel weet. Even zo weghalen. Allee, voilà. Zo zou die wel moeten halen. Ja, die 900 ga ik hier ook halen. Ja, hij heeft het gehaald. Woe. Paak je zo. Anders een pad moet ik hebben. Dit is het pad. Dat ik echt overal in het park heb liggen. En ga ik dit pad even aansluiten. En ondertussen ga ik de aflevering afsluiten. In ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tjus.